Stichting De Buurtvlinder viert haar eenjarig jubileum. Dit is een initiatief opgezet door een aantal vrijwilligers. De Buurtvlinder is een auto die mensen voor een laag bedrag naar bijvoorbeeld het ziekenhuis of de supermarkt brengt. Op deze manier is dit voor een oudere die slecht ter been is een optie om toch naar het winkelcentrum te kunnen. Het is dan ook een goedkoop alternatief voor de WMO-taxi, oftewel de oudere taxi. Deze Buurtvlinder rijdt alleen in de zuidelijke wijken van Groningen. Dus niet naar het centrum. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Wij willen niet een concurrent worden van andere vervoersbedrijven of van de WMO-taxi of wat dan ook. En welke mensen maken nou gebruik van de Buurtvlinder? Iedereen mag gebruik maken van de Buurtvlinder. Jong of oud, maakt niet uit. In de praktijk zijn het vaak mensen die niet goed ter been zijn. En die vaak over kleine afstanden vervoerd willen worden. Ik word wat instabieler met de jaren en dat werd ineens heel snel. Zodat ik een paar keer bijna viel als ik van mijn fiets afstapte, durf ik niet meer. Ja, en dan ga je dus kijken van wat kan er dan? Want ja, om nou iedere keer een WMO-taxi te bellen om 300 meter verder op boodschappen te gaan doen, dat is ook zo wat. Merkt u dat er ook steeds meer belang komt bij zo'n Buurtvlinder onder ouderen? Ja, zeker. Ja, ja. Ja, we hebben een vrouw die zit in de Vondelflat. Die is de enige die er gebruik van maakt. Maar er zijn ook wat meerdere die er graag gebruik van willen maken. Dus daar krijgen we nog meer klantjes van. Het is makkelijk. Ze zijn altijd op tijd. Ze zijn behulpzaam ook nog eens. Want de heren die mij heen en weer rijden, die zetten ze nu en dan zelfs ook nog mijn boodschappen boven aan de trap. Dat is natuurlijk ook wel handig. Ja, ik vind het fantastisch. Het enige wat ik wat lastig vind, maar dat ligt aan mij. Dus ik ben mijn hele leven gewend geweest om dingen spontaan te doen. Zo van, oh, ik ga nu dit of dat doen. Ja, dat wil dus niet. Dus ja, van tevoren plannen. Donderdagavond bellen als je maandag de taxi nodig hebt. Ook degene met de kleine portemonnee kan gebruik maken van de Buurtvlinder. Wij doen een ritje voor 1 euro. 1 euro heen en 1 euro terug. Symbolisch bedrag. Dat kunnen wij alleen maar doen omdat wij gesubsidieerd worden, onder andere door de gemeente en door andere instanties. We hebben bijvoorbeeld ook nog een bijdrage gekregen vanuit het Mamma Mini Goede Doelenfonds, waar we hartstikke blij mee zijn. Wij doen het helemaal als vrijwilligers, ook de bestuursleden. We krijgen geen enkele vergoeding. Het is gewoon voor ons is het ook gewoon echt een leuke hobby.